We gaan beginnen van materiaal. Pak even een wisselband. Dumbbell of een tas gevuld met boeken erbij. Je kan het altijd wel meedoen. Als je het nog niet hebt, zet even pauze. Pak het even bij. Gaan we verder. Laten we beginnen met eerst opwarmen oefeningetjes. Kom even in een push-up positie. Zorg dat je schouders en heupen horizontaal in lijn zijn. Plaats één voet naar voren. En je draait open naar de kant die omhoog staat. En kom je terug, focus op je andere kant. Daar. Ga nog drie keer per kant doen. Zes keer dat daar. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. En zes. Top. Oké, even snel timer erbij. Top. Even voor de tijd in de gaten houden. Right. Volgende oefening. Kom op handen en knieën zitten. Als je matje was prettig. Polsen recht onder je schouders, knieën recht onder je heupen. Ga jezelf nu zo bol mogelijk maken. Druk helemaal omhoog. Druk met je handen in de grond. Dan maak jezelf helemaal hol. Maak jezelf helemaal hol. Maak jezelf helemaal hol. Even zo, maak jezelf helemaal hol. En weer hol. Ga nog vier keer doen. Bol, drukken, drukken, drukken. En hol maken. Hol maken. Hol maken. Uit de twee. Maak hem een bol. Maak hem een hol. Oké. Weer volgen. Kom op die zij liggen. Plat. Sluit je hand uit. Draai 180 graden. Zorg dat je alle ruimte hebt. Als je meer ruimte nodig hebt, maak er meer ruimte. Deze manier. En draaien. En draaien. Gaan we 6 keer doen. Hou je hand bij de grond. Dus je draait, je draait, je draait, je draait. Zo ver mogelijk bij de grond. 180 graden. En breng hem terug naar beginpositie. Nog 2 keer. 1. Laatste. 2. Voor de mobiliteit van je schouder. Andere kant. Gaan we liggen. Bovenste been is 90 graden gebogen, onderste been gestrekt. Staat uit, 180 graden draaien. 1. 180 graden draaien. 2. 3. En hou je hand zoveel mogelijk bij de grond als je boven je hoofd laat draaien. 4. 5. Nog 3. 6. 7. En 8. Right. Kijk, nu goed opnemen is. Yes. Oké, gaat helemaal goed. Zijn beide lekker warm? Gaan we nog even die hartslag wat omhoog brengen. Gaan we jumping jacks maken. Gaan we 10 seconden doen voor 6 series. Oké, even rust. Stop met een mooi rond getal beginnen. 2, 1. Let's go. Jumping jacks. Stop. En springen. En springen. Kom maar, 10 seconden. Let's go. Kom maar, ga vol. En rust. Top. Gaan we 5 keer doen met een 10 seconden rust tussendoor. Zou mooi kerstel gaan vanavond. 2, 1, en go. Kom maar. Hou vol, hou vol, hou vol. Kom maar. Blijf gaan. Blijf springen en rust. Oké, 2 keer gehad, nog 4 te gaan. Lekker even opwarmen dit. Lekker die hartslag nog omhoog brengen. Voordat we gaan beginnen. 2, 1, go. Gaan we. Kom maar. Hou vol. Hou vol. Draai hem niet bij. Altijd. Hou vol. Kom maar. En yes. Prima. Halverwege. Sorry. 4 keer gehad. 2 te gaan. Als het goed is. Gaan we verder. 2, 1, en go. Kom. Hou vol. Gaan we naar die 10 seconden. Op tempo blijven. En rust. 1 keertje doen nog.
In 3, 2, 1, laatste. Top, 10 seconden. Dan maar. Hou vol. Beetje voorwaarts, beetje achteruit. Ze mag er allemaal bij. 2, 1, en rust. Oké. We gaan beginnen. Ik heb dus een dumbbell, een weerstandsband en een tas. Ik ga elke oefening eigenlijk wel met elk materiaal laten zien. We gaan in ieder geval eerst beginnen met een squat en press. Zodat we genoeg ruimte hebben. Je kan dus weerstandsbanden doen onder je voet. De squat en press maken met dumbbell, met kettlebell erover of met een tas met extra gewicht. Ik zal eens voor doen. We gaan 10 links, 10 rechts doen. En daar bedoel ik mee je arm. Ja? Doe maar mee. Kom in squat positie staan. Gaan, 10 stuks. En zo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Andere kant. 10 stuks, meteen door. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ook goed. Nice. Dat gaan we 3 keer doen. Maar we gaan wel afwisselen met een andere oefening. Namelijk push-ups. We doen gewoon een push-up vanaf de grond. Is niet heel moeilijk. Zorg dat je er een stoel bij pakt. Wil je iets meer uitdaging? Kan je weer een push-up doen? Dat je dus zo doet in je push-up. Of je maakt een diamond press. We hebben natuurlijk de push-up challenge. Moet je het ook voor trainen. Oké. We gaan op het eerste niveau 5 tot 15 herhalingen maken. Kies je een oefening waarbij je zelf goed uit kunt laten tussen die herhaling uitkomt. Ik ga naar de diamond push-up. Gaan we, doe maar mee. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En vijf. Pippen. Lekker. Oké. Maak je klaar. Gaan we meteen door naar de squat en press. En die gaan we dus afwisselen met elkaar. Voor 3 series. Ja? Even kijken hoe we in de tijd zitten. Oké, prima. Alle tijden. Squat en press. Links weer beginnen. Mocht je nou links zijn, begin je rechts. Dan heb je niet dominant kant. Maak je klaar. 3, 2, 1, 10 stukken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Kom eens over. Eerste van. Andere kant. 10 stuks. Zo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Goed. Push-ups. Gaan we zo weer heen. Kom nu voordoen met weerstandsband. Als je dit niet hebt, kan je zwaarder maken door diamond press te doen. Of je dus een gewone push-up, kan ook prima om die te oefenen. Mocht die ook nog zwaar zijn, pak de push-up van een verhoging. Ja? Kies je een oefening waarbij je jezelf niet uit kan dagen. 5 tot 15 reps. Kijk hoe ver je komt. Hou de 2 niet tegen. Hey, 2,
3, 4, 5, 6, jammer. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oké, 12 was nu mijn punt. We kunnen nog ongeveer 2 minuten doen. Die houden ze over. Ga je nooit opzoeken. Zeker, lekker. Zo zie je, elke oefening is anders. Kun je de intensiteit helemaal zelf mee bepalen. Tot later. Gaan we allebei de oefening nog eentje doen. Gaan we nu sporten met de tas. Kan je dus boeken in doen. Fles water in doen. Fles bier, maar ook. Om het zwaarder te maken. Is hij dat te zwaar? Ga er gewoon wat uit. Is hij te licht? Doe er gewoon wat bij. Heel simpel. Ik merk net als een dumbbell. Kan je gewoon aan het hengsel vastpakken? Van een hengsel. Ja? Werkt verder hetzelfde. Oké, 10 stuks per kant. Gaan we. En zo. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Dan wordt het al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 en 10. Keurig. Perfect. Oké. Okay. Dit is dan een push-up die nog steeds een variant voorgedaan. Ik zou ook een derde variant voordoen, namelijk een gewone push-up. Kies dus gewoon één van die varianten die jij kan doen. Ja? Die het beste op jouw niveau is afgesteld, waarin je nog wat ruimte op de rest te boeken. Je merkt dat je nu voor makkelijk 3x5 in kan. Ga naar een moeilijkere variant. Ja? Zo kan je gewoon vooruit doen laten boeken. Oké. Okay. Laten. Gaan we gewoon een push-up doen. Zo met handen in de zijde voor doen. 5 tot 15. Let's go. 1, 2, 3, 4, 6. Go on. 7, 8, 9, 10, 11, 12, come on, 13, 14 en 15. Prima, lekker. De muziek is echt niet zacht. Voor de vrienden die we horen. Even kijken hoe we op de tijd zitten. Half vijf op tijd. Kunnen we mooi 4 oefeningen doen. Gaan we redden. Tot laat. Oké. Volgende oefening. Als je een matje hebt, pak hem erbij. We gaan een variant van een duw bridge doen. Als dat op je rug liggen. Dan gaan we hakken onder je knieën plaatsen. Billen omhoog. 1. En span ook niet meer. Niet je onderrug overtrekken. 2. 3. Zo gaan doen. Je kan hem zwaar maken door 1 been te doen. Ik ga hem doen met stapjes. Zij hem ook zwaar mee kunnen maken. Dus je kan hem doen met 1 been. Hou je wel 2 gelijk. 1. 2. Knoop. Billen aanspannen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kies je binnen van jou. En waar je jezelf lekker uit kan dragen. Dan gaan we naar de 10 herhalingen toe. Dus of 10 per been, 10 met 2 benen. Of 10 keer heen en weer stappen. Ja? Merk je nou dat die halve week zwaar is? Schakel dan maar van 1 terug. Oké, let's go. Span hem niet binnen. 2, 3, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6,
3, 4, 5, 6. En houd spanning op die billen. Ga niet hangen in je onderrug. 3 gaat, let's go. 6, 3, 4, 5, 6. Halverwege. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Laatste twee, hou spannend op je billen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laatste. Oké. Pikken voor die hamstrings. Maar kies je een variant waarbij je jezelf wel moet uitdagen, waarbij je kwaliteit kan waarborgen en dus op goed niveau, persoonlijk niveau traint. Yes? Oké. Volgende die we gaan doen is ook weer een variant voor die schouders. Dan komen we een bridge beweging. Nu gaan we een side raise beweging maken. Kan met weerstandband. Kan met dumbbell. Kan met tas. Ik zal eerst voeren met weerstandband. De beweging blijft hetzelfde. Ook 10 stuks per kant. Ik doe hem op buitenvoet. Je kan hem ook op je binnenvoet doen als je met rechts begint. Ik doe hem op buitenvoet en dan creëer ik iets meer spanning. Ik zie jou iets zwaarder. 10 stuks. Let's go. Goed naar de zijkant toe bewegen. 1. En vasthouden. Hoe doet dat? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Andere kant. Dat we de dumbbell voor doen. Kan je dus om met kettlebell, net wat je hebt. Dus hetzelfde. Doe het in de zijkant bewegen. Dan moet ik het voor doen. 1. 2. 12 kilo is iets te zwaar. Werk het meteen af. Dus je pak even een tas. De beweging blijft hetzelfde. 1. Horizontaal aan. Schouder naar de buiten drukken. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Dus je tas is te licht. Doe wat bij is. Tas is zwaar. Voordeel dag. Kijk hoe ik wat tijd zitten. Oké, dat was mooi. 10 minuutjes, iets meer. Ga naar de heel bridge variant. Dan is die stappen doen. Je kan op één zijde doen of gewoon met twee benen. Als je met twee benen of één been doet, kan je zelf gewoon wat gewicht op je bek gaan leggen. Die zal ik zo meteen voordoen met een kettlebell of dumbbell. Ik ga nu de één been ervoor doen. Kom in de positie. 10 per kant. Bovenbenen gelijk houden. En span niet op die billen, niet op je onderrug. Let's go. 1. 2, 3, 4, 5, maar doe niet meer. 6, 7, 8, 9 en 10. Dan doe ik al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hou van het deel, bal op en gelijk. 8, 9, 10, 2. Oké. Side raise, kettlebell, dumbbell, tas, weerstandband. Net wat je hebt. Gaan weer. Begin met links, niet aan de kant. Ga altijd eerst. Oké. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Mocht je nou weer zo'n band nog zwaarder willen maken, kan je hem altijd op de poot van je bank of ja, maar vastmaken met een beetje stevig is, poot van je tafel, dat je weer wat verder kan staan, dat je weer wat meer rek op staat, dat je weer wat zwaarder.
Pak een zwaardere dumbbell, pak een zwaardere kettlebell. Doe een kettlebell en een weerstandsband. Doe een tas en een weerstandsband. Gooi meer gewicht in de tas. Eindeloze mogelijkheden om zwaar te blijven maken. Ga meteen door. Laatste keer de yoghurtjes. Pak gewicht. Je kan dus weer één been of die stappen gaan maken. Ik pak hem met twee benen. En het gewicht op de bekken. Yes? Gaan we, 10 stuks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ga maar door. Als je door gaat, ga je door. 11, 12, 13, ga door naar 20, 14, 15, 16, blijf je billen aanspannen, 17, 18, 19 en 20. Zo zie je, aantal herhalingen staat ook niet vast. Ja? Je kan altijd nog bij sturen, mocht het nodig zijn. Oké, even checken hoeveel tijd zitten. Oké, prima. We gaan nu een serie van 3 oefeningen doen. Als je een weerstandsband hebt, kan je erop gaan staan. 2 handen achter je hoofd. Heb je een dumbbell, kettlebell, 2 handen achter je hoofd, zodat je het stevig vasthoudt. Heb je een tas, doe er wat gewicht bij of af en pak hem exact hetzelfde. 2 handen. Gelijk vastpakken, achter je hoofd. Ga 50 stukjes maken. 15 stuks. In 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Hoor eens bij deze. Je kan hem altijd zwaar maken door op die weerstand korter vast te pakken. Te combineren, gebruik dumbbell en een weerstandsband, tas en een weerstandsband of gewoon meer gewicht in die tas. Ja? Oké, die gaan we combineren met planken. Daarvoor heb ik wel even een time nodig. Ik pak er even bij. 30 seconden. Maar niet zomaar een plank. We gaan een plank doen waarbij je zelf extreem hard in de grond gaat drukken. Dus tussen je schouders druk je in de grond en met je voeten druk je in de grond. Maar je houdt de plankpositie. Ja? Doe maar mee. Plaats je elleboog iets bij de schouderlijn. Binnen 10 seconden gaan we beginnen. En dan gaan we 30 seconden doen. Oké, 5, 4, 3, 2, 1. Drukken. Druk omhoog. Van je schouder nu in de grond gaan drukken. Druk in de grond, druk in de grond. Actief planken. Actief planken, kom maar. Hou vol, 30 seconden. Let's go. Druk in de grond, druk in de grond. Je moet gaan trillen zo hard als je drukt. Trillen. Overwegen. Druk in de grond. Drukken, drukken, drukken. Kom maar. Blijf jezelf in de grond drukken. Let's go. Hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. Leuk. Oké, top. Mocht je nou iets te zwaar zijn, hoor. Kan je dan altijd gewoon planken of vanaf je knieën planken. Ga meteen door. Split squat jumps. Als volgt. Boom. Boom. Is niet te zwaar? Ga naar normale squat jumps. Oh, ja? Oké. Gaan we 10 per been doen. Of 10 squat jumps totaal. Doe maar mee. Kom maar nog. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halverwege. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Good. Gaan we meteen door. Triceps. Ik zal carnivus kort vastpakken. En dan wat gaan doen. Of met dumbbell. Ik zal het nu met dumbbell voor doen. Werkt hetzelfde met de kettlebell. Pak hem vast. Oké. 1. 15 keer. 2, 3, 4, 5, 6. Hou je billen aanspannen. 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Ook hier, heb je een lichtere dumbbell, ga door. Heb je een zwaardere dumbbell, kan je altijd eerst stoppen, ja? Oké, nogmaals die plank. Je drukt dus jezelf goed in de grond. Maar ga daarbij niet je lichaam meenemen. Je lichaam blijft als een plank. En daarbij ga je echt hard mogelijk in de grond drukken, waardoor je dus heel hard gaat trillen. Dat is niet per se goed of fout, als het niet zo is. Maar daarmee kan je soort van controleren of je genoeg druk naar beneden legt. Oké, genoeg genoeg. Ga gewoon lekker door. Kom in die positie. Op 10 seconden zet hem in. Maak je klaar. Oké, 5, 4, 3, 2, 1, 1, go. Kom maar, drukken in de grond. Kom maar. 30 seconden lang, blijf drukken. Als je het niet meer volhoudt, ga verder met gewoon plannen. Kom maar. Hou vol. Blijf drukken. 10 seconden gehad, let's go. Kom maar. Halverwege. Blijf drukken. Kom, laatste 10 seconden. Hou vol. 5, 4, 3, 2, 1, en rust. Oké. En we gaan door. Split squat jumps. Als je nou 10 split squat jumps of 20 te zwaar is, 10 per week, gaan we van 10 split squat jumps en 10 normale jumps dat doen. Ja? Blijf variëren. Gaan we, 10 per week, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halverwege. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lekker. Oké, zitten. Alles nog één keertje. Ja? Alles nog één keertje. Oké. Ik zal nu van even mijn tas voor. Doe wat er bij uit. Doe maar op. Met deze kant kan het allemaal. Pak hem weer achter je hoofd vast. Ja. Zo. Deze manier. Oké, vingers zijn naar boven. Elleboog is helemaal stil. Gaan we weer. 15 tricks. 1, 2, 3. Hou je billen vandaag gespannen. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, hou vol, 13, 14 en 15. Alright, top. Lekker, gaan we, laatste keer. Ik zal weer van de zijkant voor doen. Ga je 8 seconden negeren. Laat je klaar. Plaats je elleboog op de stapellijn. 3, 2, 1, go, go! Houd dit vast! Let's go, 30 seconden lang! Kom maar! Hou vol! Kom maar! Hou vol, halverwege, blijf drukken! Als je het zwaar wordt, ga je opbrengen, maar hou je druk omhoog! Kom maar! Blijf knijpen! Kom maar, laatste 5 seconden! 3, 2, 1, en rust. 2. Als allerlaatste, we hebben pittig half uurtje op zitten, gaan we naar split squat jumps, maar we gaan hem dubbelen. Je kan squat jumps doen, dubbel, split squat jumps dubbel, maakt niet uit. 20 totaal wordt dus 40 totaal. Net wat je hebt gedaan, heb je 8 squat jumps gedaan, ga je nu 16 doen. Ja? Maak je het klaar? Ik ga dus 40 split squat jumps doen. 3, 2, 1, go! 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, ga door, 4, 5, druk dat voorste weg, 6, 7, 8, 9, 10, nog een keer 10, kom maar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nog één keer, kom maar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Top jongens. Intensief, half uurtje. Lekker. Ik hoop dat jullie het een fijne workout vonden. Maandag
weer een soortgelijke workout. Maar een golf komt half 8 live. Via Zoom. Soortgelijke workout, dicht een half uurtje. Ik hoop jullie dat te zien. Stay safe, stay strong. En lekker thuis blijven trainen, jongens. Later.